Het Cannes Film Festival had dit jaar iets minder te maken met films. Disney brengt hun tekenfilms tot leven en dit komt eruit in juni. Ik ben Britt en dit zijn de filmnerd nieuwtjes van mei 2018. Hoewel we het liefst over films hebben bij Film Nerd Nieuwtjes, stond het filmfestival van Cannes dit jaar helemaal in het teken van het Harvey Weinstein-schandaal. Cate Blanchett leidde een mars tegen seksuele intimidatie en misbruik. Harvey Weinstein was onlosmakelijk verbonden met het filmfestival, wat deze editie zeer bijzonder maakte. On these steps today stand 82 women, representing the number of female directors who have climbed these stairs since the first edition of the Cannes Film Festival in 1946. Uiteraard draait het nog steeds om de films. De openingsfilm was Everybody Knows, een Spaanstalige film door een Iraanse regisseur die de taal niet spreekt. Zijn visie was dat emotie niet taalgebonden hoeft te zijn, maar filmrecensenten waren niet bijster enthousiast. Een film waar wij wel enorm naar uitkijken is BlacKkKlansman van Spike Lee, waarin een zwarte politieagent infiltreert bij de Ku Klux Klan met behulp van zijn blanke collega. God bless white America. Naar welke Cannes film kijk jij het meest uit? Laat het ons weten met een comment. De cultklassieker The Pick of Destiny gaat eindelijk een vervolg krijgen. De film zou zelfs al binnen enkele maanden uit kunnen komen. Wij hopen in ieder geval dat Dave Kroll zijn rode smink weer het voorschijn haalt en wederom de rol van Satan op zich neemt. De tweede Star Wars spin-off Solo doet het aanzienlijk minder goed dan Disney had gehoopt. In het openingsweekend bracht de film buiten de Verenigde Staten slechts $65 miljoen op, ongeveer de helft van wat Rogue One opleverde in diezelfde periode. Een verklaring zou kunnen zijn dat Rogue One in december uitkwam en Solo nu dus moet concurreren met blockbusters als Infinity War en Deadpool 2. Ongeacht wat de cijfers zeggen, Dimitri vond hem in ieder geval wel leuk. Ja, hij was cool. Well, what do you know? De onuitputbare doos van superhelden van Marvel en DC Comics wordt voorlopig nog niet gesloten. De film over Shazam, a.k.a. Captain Marvel, a.k.a. Billy Batson, zal in 2019 uitkomen en deze maand is de eerste foto van het kostuum van Shazam uitgebracht. Het kostuum is vrij trouw aan hoe deze eruit ziet in de comics en heeft dus geen gritty makeover gekregen zoals bij Batman en Superman. Sorry. The guy just cracks me up. Niet alleen superheldenfilms blijven als paddenstoelen uit de grond schieten. Live-action Disney remakes beloven ook al jaren box-office succes. Denk aan Beauty and the Beast, Jungle Book, Alice in Wonderland en Cinderella. En filmmakers zijn nog lang niet klaar. Zo is de nieuwe trailer voor Christopher Robin uitgekomen, de film over Winnie the Pooh. Daarnaast zijn er nieuwe toevoegingen aan de cast van zowel Maleficent 2 als Mulan. Angelina Jolie en Elle Fanning zullen terugkomen in dit vervolg en worden vergezeld door onder andere Michelle Pfeiffer. Mulan zal trouwer zijn aan het originele verhaal dan aan de Disney-versie. Een andere upcoming remake die behoorlijk van het vrolijke Disney-pad afwijkt is Mowgli. Het bekende verhaal over de jongen die opgroeit in de jungle van India zal in deze Andy Serkis veel minder vrolijke avonturen beleven dan in het geliefde Disney-verhaal. Deze versie wordt dan ook niet door de House of Mouse uitgegeven. The Lion King, Mary Poppins, Peter Pan en The Little Mermaid zijn maar enkele voorbeelden van een stroom aan Disney-remakes die de aankomende jaren uit zullen komen. Zelfs Kim Possible gaat haar weg vinden naar het grote scherm. Allison Hannigan, vooral bekend van American Pie en How I Met Your Mother, zal de moeder van Kim spelen. Op 7 juni kruipt Chris Pratt weer in de huid van dinosaur whisperer Owen Grady, die zijn geliefde dinosaurussen wilt redden van een vulkaan die op uitbarsten staat. Nick Robinson, die bekend is van de eerste Jurassic World film, speelt de hoofdrol in Love, Simon. Hierin speelt hij een jongen die niet weet hoe hij om moet gaan met zijn grote geheim. Hij is homo en weet niet hoe zijn omgeving hierop zal reageren. In Ocean's 8, die vanaf 21 juni te zien is, stelt Debbie Ocean, niemand minder dan de zus van Danny Ocean, een crew samen volledig bestaand uit vrouwen om net als haar broer een heist te plegen. The Incredibles zijn terug. Helen trekt haar Elastigirl pak weer uit de kast, waardoor Bob ineens huisvader is. Met de nog onvoorspelbare krachten van de kleine Jack-Jack belooft het weer een geweldig avontuur te worden. Deze lijkt me ook cool! Vanaf 28 juni draait er een episch historisch avontuur van Nederlandse bodem in de bioscoop. Het verhaal volgt Redpad, een vrije Fries die zich verzet tegen de invasie van de Franken. Hey, bedankt voor het kijken! Alle bronnen staan in de omschrijving en we vinden je lief als je ons liked, een berichtje achterlaat en een abo neemt. Volg ons op Twitter en kijk gerust nog een andere video van ons. Zoals de laatste aflevering van Nerd Nieuwtjes of onze eerste flashback over Battery Check. Tot de volgende keer!